filmpje over een aantal krachten. Ik wil in dit filmpje wil ik de zwaartekracht wil ik, gaan behandelen. Maar ook bijvoorbeeld stuwkracht en wrijvingskrachten. Dus dit filmpje is niet zo lang. Ik begin meteen met de zwaartekracht en ik doe het achter elkaar. Want ik kan dit in een minuutje doen. Als je de zwaartekracht wilt berekenen op een bepaald voorwerp. Dan moet je eerst weten wat de massa van het voorwerp is. En let goed op, de massa is het aantal kilogrammen. Dus als je de massa hebt van een voorwerp, is bijvoorbeeld 100 kilogram. En dan even geen 10, want dan kom ik in de war met G. Dan kan je de zwaartekracht op dat voorwerp berekenen. Hoe doe je dat? In je BINAS staat de volgende formule. FG is M keer G. Dit betekent, ja, ze zeggen wel eens het gewicht. Ik ga daar een beetje anders mee om komend jaar. Het gewicht is een beetje, het staat in het stencil, staat het ook op een iets andere manier. Belangrijk is dat je de zwaartekracht en het gewicht mogen jullie nu nog gelijk rekenen. Volgend jaar in de vierde ga ik het nuanceren. De massa is hier. De massa in kilogrammen keer G. G staat in tabel 1 en daar staat in G is 10 meter per seconde kwadraat. In werkelijkheid is het 9,8182, maar wij werken met 10. Dat is lekker makkelijk, kan je het afronden. Hoe reken ik nu de zwaartekracht uit van deze massa? F, G of FZ. Die zijn hetzelfde, is 100 keer 10 is 1000 newton. Scoor je twee punten mee als je de grootheid neerzet en de eenheid neerzet. Ik geef nog een voorbeeld. En nu maken we de massa in grammen. Dan zou je een extra stap moeten maken. Kopje aan. De massa is 200 gram. Wat verandert er nu? Nou, zoals ik net had gezegd, deze formule mag je gebruiken, maar de massa moet in kilogrammen. Die staan hier niet. Dus je zal hier iets mee moeten doen. Je rekent hem om naar kilogram. En kilo betekent 1000, dus 200 gram is 0,2 kilogram. Vervolgens vul je weer opnieuw in. 0,2 keer 10 is 2 newton. Dit is de enige variatie die er kan zijn, dat je iets in grammen gesteld krijgt of kilogrammen. Het is niet moeilijk, maar je moet deze stap even niet vergeten, want dan zou je fouten maken en dat is zonde. Van jullie wordt verwacht dat je uit kan leggen bij een bepaalde beweging van een voorwerp of een voertuig, of daar een nettokracht op werkt of niet. Voordat je dat weet, moet je eerst goed in de gaten hebben van wat gebeurt er nou als ergens een nettokracht op werkt. Bijvoorbeeld die touwtrekwedstrijd van daarnet. De ploeg naar rechts die won en dus ging het vlaggetje naar rechts bewegen. Dus voordat je iets kan toepassen, zou je eerst moeten weten wat verandert er wanneer er ergens een nettokracht op werkt. Nou, dat hebben we net al gezien. Iets begon te bewegen, dus je krijgt bij een nettokracht verandering van snelheid. Dat kan, dat hoeft niet. Of verandering van, ik zet aanhalingstekens, richting. Dus besef goed, alles wat een bocht maakt, daar werkt een netto kracht op. We beginnen van de stotteren. En de laatste, verandering van vorm. Wanneer je een situatie krijgt van een bepaalde beweging, van een voorwerp, een voertuig, stel jezelf dan aan de hand van de vraagstelling deze drie vragen. Verandert het voertuig van snelheid? Verandert het voertuig van richting? En verandert het voertuig van vorm? Als één van die drie vragen met ja beantwoord wordt, dan is er een nettokracht. En dat is ook meteen de uitleg. Laat jij een bal stuiteren op de grond, dan zie je dat de bal van richting verandert, want hij komt terug. Dus er is een nettokracht. Maar als je hem loslaat, verandert die van snelheid. Dus er is een nettokracht. Als hij de grond raakt, verandert hij van vorm. Hij deukt in en hij deukt weer uit. Dus op drie verschillende manieren kan je aantonen dat er een nettokracht werkzaam is bij een vallende bal. En op die manier kan je jezelf een beetje helpen. Wel even goed leren, want hij wordt natuurlijk gevraagd. Oké, Fiat Panda. Wat anders. Daar gaat hij dan. Ik zal die doek even wegleggen.
Veel anderen rijdt op de Rijksweg. Wat voor krachten werken er op een auto? Nou, op elk voorwerp of voertuig op deze aarde werkt de zwaartekracht. Dat is de kracht naar beneden toe. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat nu om de horizontale krachten. Welke krachten sturen de auto naar voren? En welke krachten houden hem tegen? Want als er geen tegenwerkende krachten zouden zijn, dan zou die natuurlijk uiteindelijk de lichtsnelheid bereiken. Dat is wat snel. Hoewel het een panda is, dus je weet nooit. De stuwkracht van de auto, die begint in de motor. Zet ik hem even neer. In werkelijkheid zal het ergste aandrijfas zijn, maar dat doet er niet toe. Dus ik heb hier een kracht naar voren, F. Stuw. Op de fiets doen je spieren dit. Jij trapt en dus veroorzaak je zelf de stuwkracht van de fiets. Dus bij een auto is dat een motor. Welke tegenwerkende krachten zijn er? Nou, allereerst dat ding dat rijdt op de weg. Dus vanaf het wiel teken je een pijl naar achter. Dit is de rolweerstand. Er is geen andere naam voor. Alleen wrijving noemen is onvoldoende. Het is de rolweerstand. Rolweerstand houdt in elke vorm van weerstand die veroorzaakt wordt door de wielen. En dat kan zijn zachte banden, dat kan zijn brede banden, dat kan zijn het contact met het wegdek. Als jij op asfalt rijdt, rij je makkelijker dan op een zandpad. Enzovoort, enzovoort. Of je rem loopt aan. Dus alle dingen die daarmee te maken hebben, noem je rolwrijving of rolweerstand. En de laatste, dat is in die tekening ergens bovenin, de lucht. Die auto die rijdt tegen de lucht op. Dus je hebt luchtweerstand of luchtwrijving. Als je dit wind noemt, is het fout. Want ook als het wind stil is, rijdt die auto tegen de wind, tegen de lucht aan en ontstaat er eigenlijk wind. Dat lijkt. Maar het is de luchtweerstand die benoemd moet worden. Want ook met windstilte bestaat deze. Deze twee bij elkaar zijn de wrijvingskrachten. Maar bij je toets wordt die en die specifiek apart van elkaar genoemd en gevraagd. Je moet ze weten. Dus rond een auto heb je een stuwkracht, een luchtweerstand en een rolweerstand. Stel voor, deze panda rijdt 100 km per uur. Rechtdoor, op de Rijksweg, maakt niet uit waar. Wat is dan de netto-kracht die op het ding werkt? Ga je jezelf de volgende vraag stellen. Hij gaat 100 km, dus de snelheid is constant, want hij verandert niet. Hij rijdt rechtdoor, dus er is geen verandering van richting en er is geen verandering van vorm. Dat gebeurt niet zomaar, moet hij tegen een boom knallen. Dus de drie vragen die je hebt gesteld worden met nee beantwoord, met andere woorden, met een constante snelheid, is de stuwkracht net zo groot als de twee tegenwerkende krachten en dus is F netto 0. Dan denk je, dat is toch raar, hij gaat hartstikke hard. En toch klopt het. Die is net zo groot als die twee bij elkaar en dus is er een netto kracht 0 en houdt hij zijn snelheid. Gaat niet harder, niet zachter, maakt geen bocht, niks. Stikvraag. Dus